Ja, we hebben wel gekozen voor een andere strategie. Dat is inherent aan de tijd waar we nu in zitten. Juist in die periode van krapte, dan kun je wel heel erg gaan kiezen dat je gaat werven en jagen op die kandidaten. Eigenlijk doe je precies hetzelfde wat al die andere bedrijven en organisaties ook doen. Dus in plaats van jagen geloof ik dat het veelal interessant is om jezelf authentiek neer te zetten en bewust de boodschap richten op een doelgroep die je kunt herkennen aan specifieke kenmerken. En dat is wat wij doen. Dan moet je heel erg bewust zijn van joh, wat maakt onze organisatie uniek. Dus de eerste stap is ook helder te krijgen van in beeld brengen van de organisatie achter de vacature. Dus het in kaart brengen van joh, wat onderscheidt jou nu van de andere organisaties? En dat gaat anders dan, ja, we zijn een open cultuur en we zijn vooruitstrevend. En dus in plaats van die losse begrippen echt duidelijk krijgen van joh, maar waar gaat het nu echt om? De tweede stap is goed helder te krijgen van joh, welke kandidaat wij nou precies zoeken. Wat maakt het dat hij of zij trots is op je organisatie en samen met jou de organisatie wil versterken? Nou, die is veel meer interessant om die helder te krijgen. En die derde stap is juist die beide gegevens die we hebben verzameld, om die om te zetten in video. Maar wel op een manier waarmee we de interesse kunnen wekken van die ene kandidaat waar we naar op zoek zijn. Nou, ik ben heel blij dat heel veel organisaties video al inzetten. Want beeld zegt inderdaad vele malen meer dan woord alleen. Maar wat ik jammer vind, is dat de video die zij inzetten niet onderscheidend is. En ze denken dat ze uniek zijn, maar de boodschap die zij weergeven komt door de ogen van de latent werkzoekende, is niet onderscheidend. En wat je hoort is dat een organisatie kenbaar maakt dat ze een no-nonsense cultuur zijn. Wat we zoeken is een proactieve, enthousiaste en gemotiveerde medewerker. Daar zijn we allemaal naar op zoek. En dat is ook wat die boodschap allemaal weergeven. En dat vind ik jammer. Een video hoort veel meer weer te geven waar een organisatie voor staat. De vierde stap is dat je op basis van de informatie die we hebben verzameld vooraf, de kandidaat gaan targeten. Specifiek inspelen op de kenmerken. Specifiek inspelen op die social media kanalen en gericht die boodschap overbrengen. Maar wat moet je wel erbij vertellen is dat we vooraf de obstakels die heel veel organisaties opwerpen om te kunnen solliciteren, die hebben we weggehaald. Dus je hoeft van ons hoef je geen cv meer te uploaden. Een motivatiebrief hoef je niet meer te schrijven. Het enige wat je hoeft te doen is je interesse kenbaar te maken. En die laatste stap is het inplannen van een kennismakinggesprek. En het is dan niet zomaar een kennismakinggesprek. En een sollicitatiegesprek. Het is dan een gesprek waar we samen het hebben over de toekomst.